De Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, zal zich inzetten voor een goed parkeerbeleid in de binnenstad van Paramaribo. Volgens Armand Morejo, Health Safety Specialist van de PURP, is er een consultant aangetrokken om te onderzoeken hoe het parkeerprobleem structureel opgelost kan worden. Morejo zegt dat er voorstellen gedaan zullen worden aan het ministerie van Openbare Werken om dit samen aan te pakken. Er zal worden gekeken naar onder andere de behoefte aan parkeerplaatsen in de binnenstad van Paramaribo. Kijken ook naar de beschikbare parkeerplaatsen op dit moment. En ook naar de mogelijkheden van waar zullen er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd zouden kunnen worden. Waar en hoe. Verder zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheid voor betaald parkeren. Daarbij zal de studie ook moeten uitwijzen van welke tarieven zullen gehandhaafd moeten worden. Hoe zullen deze tarieven bepaald worden? Waarvoor zullen de inkomsten dan gebruikt worden? Wie zullen de inkomsten dan ook beheren, et cetera? Al deze studies zullen dan ook gedaan worden door deze consultancy-opdracht. En wanneer het duidelijk is van welke beleidsmaatregelen voorgesteld zullen worden, zullen we dan ook kijken naar de wettelijke kader. Want alles moet dan ook binnen de wet uitgevoerd worden. Morejo benadrukt dat het belangrijk is om het parkeerbeleid in de binnenstad aan te pakken. Er wordt momenteel heel chaotisch geparkeerd en dat zorgt voor heel wat ongemak. Dat brengt met zich mee dat het lopen door de binnenstad eigenlijk bemoeilijk wordt. En een van de hoofddoelstellingen van PURP is om het leven in de binnenstad terug te brengen. En daarbij willen we dan eigenlijk het wandelen door de binnenstad eigenlijk te gaan stimuleren. En als je dan het parkeren niet aanpakt, zal het wandelen door de binnenstad, zal het lopen door de binnenstad eigenlijk ook niet zo prettig zijn. Dus vandaar dat we dan ook het parkeerbeleid hebben opgenomen in ons programma. Om dit dan eigenlijk een betere ordening te gaan brengen, om beter te gaan structureren. Dus zodat we toch veiliger en prettiger door de binnenstad kunnen lopen en genieten van wat eigenlijk de stad te bieden heeft. De parkeerwachtersproblematiek zal ook in het onderzoek worden meegenomen. De consultants hebben 7 maanden de tijd om met een advies te komen. Het nieuwe parkeerbeleid moet medio 2022 duidelijk merkbaar zijn.